Je wilt een woning, bedrijf of gebouw verduurzamen, opknappen of verbouwen. Of een eerste huis kopen. In deze video leggen we uit hoe je hiervoor een lening kunt aanvragen bij SVN. Bedenk eerst waar je geld voor nodig hebt. Bijvoorbeeld voor isolatie of zonnepanelen. Voor het herstellen van je dak of fundering. Of om de hypotheek voor je eerste koophuis rond te krijgen. Als je weet wat je wilt, schat dan in hoeveel geld je hiervoor nodig hebt. Het bedrag dat je wilt lenen en in hoeveel jaar je dat gaat terugbetalen, bepalen onder andere het type lening. SVN werkt samen met gemeenten en provincies. Op svn.nl zie je welke leningen jouw gemeente of provincie aanbiedt. Staat er een interessante lening voor je bij? Maak dan een proefberekening. Mag je volgens deze berekening geld lenen? Vraag dan om toestemming bij je gemeente of provincie. Zij bepalen of je aan de voorwaarden voor een lening voldoet. Als dat zo is, krijg je een zogenoemde toewijzingsbrief. Dit betekent nog niet dat je de lening krijgt. SVN bekijkt of je financiële situatie het toelaat om geld te lenen. Op svn.nl doe je de aanvraag voor de lening. Zorg dat de details uit de toewijzingsbrief, zoals de naam van de lening en de looptijd, hetzelfde zijn als in je aanvraag. Om je aanvraag te beoordelen, vraagt SVN om een aantal documenten. Denk aan je legitimatiebewijs en de toewijzingsbrief. Deze lever je digitaal aan. Het verschilt per lening wanneer je een reactie krijgt. Veel succes met het aanvragen van je lening!